Nou, vandaag is de start van de Dutch Agri-Food Week. En wij willen daar als klassenboeren ook graag mee inspringen. Door wat extra schoolklassen hebben we uitgenodigd de komende weken. Maar er zijn ook educatieboeren die doen van het weekend een bakkie bij de boer. Dus ook voor andere burgers dat ze een kijkje kunnen nemen in de stal. Verhalen kunnen horen van wat er allemaal achter de schermen gebeurt op een boerderij. En ik denk dat dat heel belangrijk is in Nederland, dat we ook mensen uitnodigen op onze bedrijven. Dat we ook gewoon een positief imago kunnen behouden. Samen delen, dat is leuk. Klassenboeren is een vereniging met ongeveer een veertigtal klassenboeren. Dus boeren die schoolklassen ontvangen. Wij hebben dan een melkveebedrijf, maar zo hebben we ook varkenshouders. We hebben mensen met champignonkwekerij. Broccoli, aardbeien, tomaten, allerlei soorten boerderijen en tuinderijen die dus regelmatig schoolklassen op hun bedrijf ontvangen. Geitje. En de koe. Oh, die horen ook niet bij elkaar. Wij ontvangen die klassen ongeveer zo'n anderhalf, twee uur op ons bedrijf. We beginnen met een korte inleiding, dan gaan we met de kinderen rond op de boerderij. En daarna geven ze vaak wat opdrachtjes, dat ze een stukje terugkoppeling krijgen van de theorie naar de praktijk. En daarna sluiten we dan af in de hoop dat kinderen er wat van opgestoken hebben. En het ligt er natuurlijk aan of je een kleutergroep hebt. Dan gaat het vooral over het belevend leren, hè? Dus het aaien, het knuffelen. Maar heb je wat oudere groepen, dan gaan we wat dieper in op de voeding. En we vinden het erg belangrijk dat kinderen gewoon op dit moment ook weten van waar komt nu ons pure product vandaan. He, dus alles wat in de winkel te koop is bewerkt, maar waar komt het oorspronkelijke pure product vandaan? En dat proberen wij als klassenboeren aan de leerlingen te vertellen. We weten wel dat melk van de koe komt, merk ik. Maar wat wij ervoor moeten doen, of wat de koe ervoor moet doen om die melk te produceren, hoeveel een koe geeft, daar hebben kinderen echt helemaal geen notie meer van. En we geven ook lessen aan kinderen die voor de groene richting hebben gekozen. Dan hebben we het over 15, 16-jarigen. Die moeten van mij al opdrachten maken. En ik had van de zomer een leerling. En die moest uitrekenen wat de melkproductie was van een koe. En 35 liter gemiddeld per dag, maal 5. En toen vroeg ik me af hoe je aan 5 kwam. En zeiden ja, 5 dagen in de week. Dus er zijn echt leerlingen die denken dat een koe in het weekend ook echt weekend heeft. En die snapt ook niet dat wij als boeren 7 dagen in de week moeten werken. Dat die koeien natuurlijk ook in het weekend gevoerd en gemolken moeten worden. En daar kom je echt tegen anno 2018. Dus ik vind wel dat we kinderen echt wel iets uit te leggen hebben.